Team Passie had de eerste boetentraining in Sijsberum. Douwe Wierstra, de voorzitter van Team Passie. Ja, dit maakt een goed gevoel, Jan. Je hebt al deze keertjes aan training zien. Het is een geweldig gevoel. Als je ziet hoe enthousiast dat die mensen hier op veld zijn. Ondanks dat het waar net super is, dat ze alles uit de kast halen. En het is natuurlijk een schitterend gezicht. Al die spelers in die mooie kleding die ze aan hebben. Gedreven aan de gang. Historisch moment. Je bent haast niet je bezig geweest om dit op te zetten, hè, Team Passie? Ja, dat klopt. We zijn vorig jaar in maart wat oriënterende gesprekken begonnen. En daarna hebben we het eigenlijk al heel snel opgepakt, maar wat enthousiasteling. En het resultaat dat zit hier op veld. Ja, wat is het doel van je team? Nou, wij willen eigenlijk de keerspaar proberen we nog iets professioneel te maken dat er al is. We hebben dus nog steeds wat mogelijkheden in. Maar het belangrijkste wat wij voor eigen hebben is passionele keertjes. Om die alle mogelijkheden en alle faciliteiten te gaan. Zodat zij zich alleen maar goed concentreren op keersen. Ja, en dan pak je met het beste hardklassepartuur eruit. Maar daarnaast pak je dan een keertsteamer uit van 30 jongens om oplokken kennen. Hè? De toppers in talent, zeiden we dan. Klopt, ja. En wij nemen dus een belaste team. Nou, dat is die heb ik een contract kregen van ons vertrouwen hier. We zullen er echt mogelijkheden in. En we voorgraden dat zij actief mooi trainen. Mooi de toppers die er al zijn. Zodat zij enthousiast maken willen, maar eigenlijk liet ze tips krijgen kennen van de andere spelers. En ze trok groeien kennen wij denken sowieso naar een eerste klas niveau. Dat doen we net alleen bij de heren, maar ik bij de dames. Dat doen we net bij de dames, want we halen een dameshoofdklassepartuur wat in uw zeggen van die hier meidwang zullen allemaal prijzen. En die kan natuurlijk ook uiteraard begeisteren door de rest van het team, maar ik denk dat die al redelijk onder top staat. Je doet het net alleen bij de spelers, maar je doet het ook bij het materiaal. Hè? Je hebt het naaimateriaal, de gele linen van Reinder Triemstra. Ja, een idee van Reinder zelf, heb ik begrepen. Maar het staat dus wel aan en de zus wel dat ik hierin ben wij misschien wel weer kaploper. We zien een handje van het veld, Greenfield, gele linen. Het is hartstikke duidelijk te zien. Hè? Ja, het ligt me ja. Prop mijn goede zin, Lien mijn goede zin. Dus misschien wel een proef die navolging verzinnen. Ja. Doe je met meer mooi materiaal? U testen van oren materiaal misschien? Nee, daar ben we net echt mee bezig. Nee. Standaard, de zelfheuvelse spelers die hun moffen perfectioneren. Je wil natuurlijk het beste materiaal hebben. Dat houden wij wel in klingen en schoon en dat soort dingen. Dat doen we wel. Maar voor de rest denk ik dat voor iedereen gelijk wijzen maar. Nou, de kleding is keurig, de spelers zijn een goed team, het materiaal is goed, een goede website, net zie je de website, het social media heb ik, Twitter. Je bent eigenlijk helemaal bij de tijd. Hè? Ja, probeer wel te wijzen. Ik bedoel, ja, er zitten in het bestuur voor de andere mannen, maar die gaan echt wel de tijd mee. En de komst, social media, de komst net om hen natuurlijk, vooral de jeugd en die doen alles op social media. Dus als die berieken wordt, als die informatie wordt, dan mag je erbij wijzen. Dan de trainerskorps. Nou, daar stel ik stevig aan, hè? Ja, ben ik hartstikke wies mooi natuurlijk. En Thomas van der Meer, drie keer WC op rij. Die nog steeds een hele goede invloed had kennen op je skates. Een hele goede oefenstof nog had. Jon Douwe Branden, nou goed, hetzelfde verhaal waar ik hem net. Maar net de vierde ekke heb ik een paar hele goede coaches natuurlijk. Jon Bantema, Sietse van der Meer. Dat bent allemaal eerst die hun sporen meer als verzinnen gaan in het keert. Heb nou ik nog als team zelf een doel? Dat je hem zei, voor Arlie's team, je moet die prestaties dit jaar halen, de toppers die prestaties? Nou, wij zijn eigenlijk onheil omdat wij verwachten dat ze sowieso om een prijzen buitenland zullen. En waarschijnlijk zijn we dan ook wel voor verrassing zwaarder keer. En als wij de optimale begeleiding voor hun verzwaarder hebben, ben we ervan overtuigd dat ze alle jaren minimaal een seizoen draaien kunnen spelen hier. Kan er ook nog naaitoppers bij komen? Of zeg je hem, je mijn contracten vertraaien? Zeg je hem van, wat komen die hier, zorgen we toch wel om je zinnen dat we dat omvullen kunnen? We zullen sowieso om bezinnen. Alleen het belofte team had een contract vertraaien hier. We zijn wel wat geweest, want we willen inderdaad de top in elke klasse hebben. Maar we gaan mooi van start en dan zullen we het over hier, in de revendier evalueren en dan zullen we dan weer. Soort succes. Dank u wel.